Goeiedag. Het is vandaag 9 mei, de 55ste dag van de quarantaine. En we zitten in de tuin bij Kees en Marja, want onze meiden hebben een wijnproeverij voor Antons verjaardag georganiseerd. De verjaardag is al even een weekje geleden, een weekje of wat geleden, 24 april was dat. Maar nu zitten we dus bij dit, op deze prachtige dag, op een heerlijk terrasje, 7 verschillende wijnen te proeven. En dat is best ingewikkeld om de woorden aan te geven wat je nou eigenlijk proeft. Dus, veel plezier. Oké, we gaan deze, hoe heet die nou? Carmenère. Wij proeven blind, dus we weten nog niet welk merk het is of zo, maar wel de druif weten we. Het land is Chili, de streek is, bril erbij, Cachapoal Valley. En ja, we gaan eens even proeven. Ja, rokerig ook, ja. Rokerig? Ja. Ja. Nee, maar alleen de geur. De smaak niet. Alleen de geur. Ja. Wat moet je daar doen? Ik zeg over de geur, dat ik vind bij deze niet dat de geur meedoet bij de smaak. De geur doet mee bij de smaak, zegt Kees. Hoorde je bij elkaar, bij de met je aroma. Ik kan de smaak. Nou, zolang we kunnen ruiken en proeven, hebben we geen corona. Houtig, kruidig. Dat ik heel erg even wennen aan. Hij is goddroog. Echt heel droog. Oh, vind ik, ik vind wel een beetje. Er zit, ook, ja? Er zit een vers gemaaid gras. Gras? Maar er zit echt een kruid in dat ik even niet kan plaatsen. Kijk, een beetje. Ja, laurier. Ik wel eens vers gemaaid gras. Nee, de geur. Sorry, de geur van Vers gemaaid gras. Geur van vers gemaaid gras. Ik zeg, ik zeg laurier. 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 Zeg ik. Ja, een beetje droppig. Een drop smaakje. Ja, en zwarte bessen. Bramen, zwarte bessen. Hij is echt mooi. Daar is een lot. Wacht, hou stop, nog een keer. Carmenère is. Een carmenère. Het is een Chileense druif. Hij is origineel, komt hij uit Frankrijk. Maar daar is hij niet meer. Deze druif groeit alleen nog maar in Chili. En het is inmiddels dus een inheemse druif geworden. Oh ja? Ja. Na zoveel jaar word je inheems. Ja. Als je zoveel jaar in Amsterdam inheems, word je toch? Ook een echte Amsterdam. Het is een druif met een green card. Calcarés. Afkomstig van verschillende wijngaarden van de Appellatie Bordeaux Supérieur. Appellation Supérieur Bordeaux. Ah ouais. De wijn heb een fantastische kwaliteit en de Appellatie Bordeaux Supérieur doet hem eigenlijk tekort. Dit is een van de weinige wijnen uit de Bordeaux die vegan is. Ah, vegan. Ik dacht al, dat zei men daarnet, dat dit een van de weinige wijnen was. Oh ja. Nou, ik vind hem ook heel weinig. Ja. Dus dat was de wijnproeverij. En de familie komt net aanlopen hier. Ik was alvast aan het koken gegaan en daar komen ze aan. Ze willen niet meer op de film, want ze zijn te dronken, denk ik. Het waren lekkere wijntjes. Tot morgen allemaal, tot ziens.